Dan wordt de wereld opgeschokt door de crash van Ralf Schumacher. De Duitser gaat keihard onderuit, komt in de muur terecht. En de wereld houdt zijn adem in. Ralf, can you hear me? Minutenlang zit de Duitser bewusteloos in zijn auto. Rondenlang rijdt Michael Schumacher langs, onwetend over de situatie van zijn broer.